Yo mensen. Yo. Vandaag hebben we onze eerste uitdaging gekregen. Van Jason Simpson moeten wij proberen de trap van Ronaldo na te doen. En dit dan wel op een speciale manier, want zoals jullie weten, Ronaldo trapt die ook op een speciale manier. Let's do this. That why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say shit. Keep walking, quit talking, keep it moving. We can keep the club jumping till daylight. Oké, het eerste waar we rekening mee moeten houden is dat Ronaldo, als hij de bal neerlegt, legt hij die altijd met het tipje naar boven. Dus we leggen de bal met het tipje naar boven. Wat hij dan doet, wij spelen nu wel op een kunstgras, maar dat maakt niet uit. Hij stampt een beetje in de grond voor een put te maken. En dan kijkt hij gewoon naar waar gaat hij shotten. Basis, stapjes achteruit. Benen open. Even diep ademhalen, gewoon zo. Dan loopt hij naar de bal. Maar dan is er iets speciaals bij de trap. Dus wat gebeurt er? Ronaldo zet zijn steunbeen naast de bal. Hij probeert met dit hier van de voet te trappen. Zo tegen de bal. Zodat hij eigenlijk een opwaartse beweging maakt. En van het effect gaat hij ook draaien en zo. Zo moeten we trappen. Bij doorzwaaien natuurlijk is er ook iets belangrijk. Mocht je niet, zo doorzwaaien. Wat doet Ronaldo? Hij stopt. Hij trapt en hij stopt zijn been zo rap mogelijk. Je kunt deze op twee manieren doen. Oefenen om zo te doen en te blokkeren. Of je doet gewoon hop en je maakt een sprongje. Let's do this! Goed, dat was al moeilijk. Het laatste dat we nu nog doen is een keer de goal van Dries Mertens imiteren. Allee, nadoen. Dus we gaan zien wie dat beste kan. Je gaat ons alle twee het een keer zien doen. En jullie mogen zeggen wie dat beste heeft nagedaan. Of wie dat beste heeft nagedaan. Oké? Okay? Alles. Daar is de kans voor Mertens. Mertens! Dries Mertens! Ja! 2-1! België! Dries Mertens scoort! Daar is de kans voor Mertens. Mertens! Dries Mertens! Ja! 2-1! België! Dries Mertens scoort! En conclusie, makkelijk of moeilijk? Best moeilijk, omdat het is een heel speciaal trap. Je ziet ook daarmee dat hij de beste van de wereld is. Misschien de tweede beste, dat hangt er vanaf. Het is echt een kei moeilijke trap om na te doen. En ik weet niet hoe hij het doet. Zo perfect, maar het is moeilijk. Hij was wel in de haak bij hem. Niet slecht. Ja, kan beter. Maar ja. Dus voilà, wij gaan nu proberen zo rap mogelijk die video's te maken op straat en al die shit. Want dat moet ook dringend gebeuren. Dus die video's die komen binnenkort. Waarschijnlijk na onze wedstrijd tegen Rusland. Rusland. We pakken die klootzak, hè. Terug in de kakker. Sorry voor al onze Russische fans. Waarschijnlijk. Ja. En daarna dan komen die video's op YouTube, dus dan kunnen jullie die bekijken. En kijk tof.
Bedankt voor het kijken en proficiat aan onze Rode Duivels die 2-1 zijn gewonnen tegen Algerije. De 3 eerste punten zijn al binnen. Ook bedankt aan Jason Simpson voor deze uitdaging te geven. Als jullie nog uitdagingen hebben, zet die dan gewoon in de comments hier beneden. En dan gaan wij die zo rap mogelijk uitvoeren. Dus doe die shit. Bedankt voor het kijken en vergeet ook niet te liken, te subscriben en te delen op Twitter en Facebook. Of andere dinges. Bedankt en tot de volgende keer. Bye bye.